Danny Bakker, speel je een goede wedstrijd tegen FC Utrecht, sta je meteen in het elfde van de week in de VI. Ben je nu bij West TV, krijg je dat allemaal weer? Ja, inderdaad. Ik ben natuurlijk weer eruit geweest met mijn hamstring. Maar ja, dat is in deze wereld, als je goed speelt, dan heb je gelijk weer vrienden of wat dan ook. Dus dan word je weer opgehemeld, maar ik kan mijn benen, beide benen op de grond. Dus het zit wel goed. Ik kan me wel voorstellen dat je wel een keer snakte naar zo'n wedstrijd. Want het heeft eigenlijk heel lang geduurd, de periode dat je hebt gekwakkeld met van alles en nog wat. Ja, nee, ja, dat klopt. Ik ben heel veel gebaseerd geweest natuurlijk dit jaar. En ik heb nog niet mijn vorm gehad die ik vorig jaar had. Ik werk er wel steeds naartoe, dus voor mijn gevoel. En dat hoor ik ook van anderen. Dus ik ben op de goede weg. Maar ja, het kan altijd nog beter. Ben je nu helemaal pijnvrij? Zit je nu eindelijk in het goede ritme, zeg maar? Nou ja, pijnvrij wil ik ook niet zeggen. Maar ik zit wel op de weg terug dat ik weer pijnvrij kan zijn. Dus ja, mijn pijntjes zijn nog niet helemaal weg, wat ik al zei. Maar ja, ik voel me wel goed. Je bent ook een stuk breder geworden de afgelopen maanden. Is dat het gevolg van veel in het krachthonk zitten? Nou ja, ik ben heel veel te werk gegaan met No Hornix, dus met fysiek trainen. En zijn we heel erg aan de slag gaan met dat soort dingen. Dus voor mijn gevoel ben ik sterker geworden. Ik hoor het ook van hem, dus alleen maar mooi. En dan krijg je ook meteen, nu al, de verhalen over mogelijke andere clubs die interesse in jou hebben. Hoe zit het daarmee? Ja, ik heb een paar clubs bij mijn zaakwaarnemer gebeld en geïnformeerd. Maar, welke clubs zijn dat? Dat hou ik liever voor mezelf. Dus, maar er worden al wat namen genoemd, met name van Vitesse, hè? Ja, het is natuurlijk wel op het internet te zien geweest. Maar ik weet wel clubs mij volgen, maar ik heb het zin hier bij de ADO Den Haag. We zijn in gesprek over een nieuw contract en ik wil graag blijven. Maar dan moet ADO wel met een redelijk bod komen natuurlijk. Als dat geen fatsoenlijk bod is, dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt, ja, dan heb ik en een financiële en een sportieve uitdaging, misschien ergens anders. Ja, dat is zo. Dus ik leg alles een beetje naast elkaar. En Mado heeft gewoon een prima aanbieding gedaan. Dus het is nog niet in kan en kruiken, maar we zijn in ieder geval op de goede weg. Jij denkt er wel uit te komen met ADO, proef ik zo. Ja, voor mijn gevoel wel, ja. En wanneer denk je dat definitief rond zou kunnen zijn al? Nou, mijn zaken heeft gisteren een gesprek gehad hier zo. En we zouden wel na het weekend laten weten. Dus ik denk zo snel mogelijk. Dus ik kan je heel binnenkort feliciteren. En ik denk dat heel veel fans er ook blij mee zullen zijn met een contractverlenging hier. Ik hoop het ook voor mezelf, ja. En het zal alleen maar mooi zijn. Ik ben hier nog niet klaar. Ik ben ook nog niet klaar voor de volgende stap, voor mijn gevoel. Ik heb ook heel veel gesukkeld natuurlijk met dit jaar. Dus daarom ben ik ook nog niet klaar hier. Gefeliciteerd alvast dan. We zullen zien.